kom ik bij jou die tuinen, bij die unieke gebouw. Die mijnkies ophang, leed die plek uitgegroeid. Ver dus kan die straten, is die grijs monument. En die apies rivier, toeboe uit cement. Met jou aan mij zei, lijkt die plek zo bekend. Hier's gebouwen vol mensen, die plek is bezerk. Met staatsambtenaren, wat maak of vol werk. Achter ochtendcouranten, zit al toe oor in gaap. Voet op die tafel, vast aan die slaap. Mijn bon elke liefde, ons is ver van die kaap. Kruikie roer mij niet, is die naam wat jou vrienden jou noem. Maar kruikie roer mij nooit meer niet, zo ik voel als ik jou zonder. Die staatse machine voor stadig gehou. Ik wonder of het zo gaan bij die unie gebouw. Kerkplein en volksies en blauwbel plezier. Pretoria, o Pretoria, met jouw eie cultuur. Pretoria, o Pretoria, met jouw eie cultuur. Kruikie roer mij nooit meer nie, zo ek voel, as ek jou sonder leef. As jy moeilikheid kry, jy weet mos waar is my gewees. Hier so, Paul. Dank. Luister uit. Oké, zie je. En wat kan ons vandaag voor die platteland doen? Zoals ik gezegd, wat kan ons nu vandaag? Kaart en transport. 1898. 10 mol grond hier, die was in Pretoria. Hier my oor die opa gekoop. My erfgrondjie. Waar is dit? Wacht, laat eerst even een bietjie kijken. Ah, 47, zo af, 17, op je. En? Ja, dis een bietjie moeilik, ome. Ek dink ome moet meneer van Scheveningen gaan sien. Hy is ons graad 2C klerk. Ek is maar net graad 3B. Hy sal vir oom kan sê.
Wat voer jij die van? O, dis van een merwe, oom. Ik moest het kon gedink het. Bij ons in die Waterberg is die van een merwe allemaal een klomp simpel mensen. Snotkop. Waterkamer. Het is 145 bij die gang af, oom. Ah. Die oortree besluiswet 94 van 36, soos gewysig deur wet 31 van 48 en soos weer gewysig deur wet 14 van 61 subtitels 3, 4 en 9. En dan is daar natuurlijk ook nog provinsiale en municipale ordinansies wat hierdie soort van oortreding baie duidelik omskryf. Excuse me? Ek moet gaan wat? Op die ijs. Excuse meneer, wat is die landrecht en dit is mijn erfgrond hier in Iwers van Pretoria, waar is het? Van Skeverkant. Is voor Hollands. Jovan, of praat je van die ambtelijke taal van de Republiek van Paul Kreef? Nee, hier is achter. 1898. Ja, cijfers gelukkig, Romeins, ne? Verskoon my net so. Wat ga je met my goed? Nee, ek ga net voor op die groot kaart in die muur kyk. Ja, meneer... Lamprecht? Dis recht, ja. Meneer Lamprecht, die akte, hy kom nie meer voor op ons oorspronkelijke kaart nie. U verstaan, hè? Nee, maar gaat maar. Wil ek stel nou voor, u gaan sien vir meneer Roos Fouché in kamer 263. Hy kan best moontlik vir al die ou kaarte naslaan. Ek sal hem sommer laat weet dat hy kom. Hy is een graad 1B klerk. So berichtig, reken toch, my. 263. Het is recht. Wat sê jy is die venster van? Een Roos Fouché, graad 1B. Roos Fouché, Roos. Nou, hoekom sal nou die twee van gekry steel het? Aardige ding wat daar moet uitkom. Jy het nie 5 cent nie, he? Met die machte van die duisternis tjank het aan die poorte is nie alleen my plig nie, maar ook my plezier. En jy, juffrou Lamprecht, is die mooiste meisie wat in my leven nog ooit gesien het. Hoe ken jy my van? Een rekening aan die vader uitgemaakt door die stadsvaders van Tabazimbi op die achterste sitplek. Behalve ek moet denk vir Greta by die seders en waterkloof gaan aflaai. Goed, moeder. Ja, moeder. Nee. Goed, moeder, ja. Ja, tot ziens. Bye. Ah, ek het nie verwacht, meneer... Doch, jy het my verwacht. Roos Fouché is hiervan. Sarah Roos Fouché. Aangenaam. Jou ma. Was sy die Roos of die Fouché? Moeder, sy is die Roos natuurlijk. So gedink, by ons was die Fouché's op die weg, Hollis. Jy is bepaald meer Fouché's Roos, maak het my. Ja, ek verstaan, jy het een probleem, erfie iwers. Man, ek het geen probleem nie. Julle het jy. Dit is my erfgrond, my aftreeplek, ja. Lyk my julle die plek verloor. Kyk of jy hom kan kry. Precies wat jou twee ander collega's ook gesê het. Nee, jy moet verstaan, dit is een unieke probleem, die kaarte van vandag... Man, ek weet het reeds, die kaarte van vandag praat nie meer hoog Hollands nie, goed. Na wie toe moet ek nou gaan? O, na die hoof van die afdeling, meneer Fourie, die senior klerk. Waar is sy kamer?
O, ek skuis moet neem. Ek sê persoonlik gaan voorstel meneer Lamprecht. My kaart en transport. O, ek sê dit sommer vat. Ek kan hom persoonlik van die voorie gee. Stryk aan. Dit is meneer Voorie se kantoor hierdie. Ja, minister. Ja, goed, minister. Ek sal dan persoonlik sien dat hierdie saakie vir eens en vir altyd opgelos word, minister. Ja, goed, minister. Dankie, minister. Die minister, dit verheug my om dit te hoor. Nou gaan jy een herrie van een ding sien en dit is ook al hoogtijd. Ek het al begin dink en begin klo dat jylle my oe grondje laat wegraak het. Weggesmuit het of sommer in die asdrom ingeneuk het. En as ek mag vraag is u. En as ek verder mag vraag, wat is stuk papier is dit hier? Skree jy op my? Nee, voor die skree nie oor. Blijsel! Wat weet jy, muis? Ek sê, muis. Ek het u een vraag gevra. En jy gaan een antwoord kry. Die pampier is my kaart en my transport vir my aftreegrondje hier in Pretoria gekoop. 98. Maar ek is nou blessed moeg vir hierdie gebodder. Jy Piet Potlood beduie vir jou baas. Wat is wat? Meneer, meneer oom, kan ek die pampier kry asjeblief? Ja. En jy, ja ook. Excuse? Ja. Ja, meneer Voorie sien, dit blik dat die woorde wat u so pas geuit het, die, ja, die selle is as wat al die ander ouwens gesê het. Pas dat die gekikkel, mannetjie, wat sê julle, wat sê daar die kaart? Het ek nog my erfie, of het julle dit verkeerd gevaal, of percent gegeven vir Bobota, dammit, wat sy naam, he? Ja, misschien meneer Lamprecht, soos u terecht opgemerk het, ons sal ons oude laars een bykie moet nagaan, en het sal een tykie neem. Ek gee julle 10 minute. Ja, ek sal ook graag een kopie thee wil drinke. Ek betaal ook ons belasting. Wat het van julle meneer in hierdie plek geword? Hallo, ja, sorry. Bring toch vir meneer Lamprecht een lekkere kopie thee, asjeblief. En van my speciale koekies. Het jy nie vir my beskuitje nie? Beskuitjes. Goed, so gauw is moeilijk, ne? Meneer Lamprecht, dan sal jy ons so'n bietjie verskoon, maak jy self thuis, ne? Hoekom bring jy hom na my toe? O, korrelkop, rechte ou waterwerk, ou dagar! Kon jy hom nie geflous het nie? Meneer, ek dink nie die ou baas gaan hom so makkelijk laat flous nie. In die document lyk echt, meneer. Daar moet een foto's, daar moet een foto's. Ek sal onderzoek instel. Ek sal die secretaris in kennis stel. Ek sal die minister in kennis stel. En wat van die oupaas, meneer? Intussen eet hy al meneer sy beskuitjies op. Jy gaan hom bezig hou. Wie ek? Ja, jy. Vat hom weg, man. Gee hom kos, enige iets. Wees om die besienswaardigheid, terwyl ek navors. Maar jy bel my elke 2 uur. Om uit te vind vandag. En wie gaan nou betaal vir die kos en ding, meneer?
departement zijn speciale fonds. Ah, dankie, my kind. Hang, nee. Maar jy is een polite ou toppie. Excuus. Ek sê, jy is een polite ou toppie, mooi meneer, jy weet mos. Sien ek nou blerrie meneer, die is dan geloof in my. Ek sê lady, right. Er is baie lang klas, want ek kan onthou dat enig iemand vir my opgestaan het. Suiker oom. Twee lepeltjies is hier, lief. Dat is hy oomie. Lekker drink oomie. Sy laat my nou dink. Ja, ek wonder of Marielle al die koeie uitgemelk het. Meneer Lambert, dit wil blyk asof ons een problematiese geval het met die eiendom. Nee, niks wat ons nie kan oplos nie. Maar dit moet moontlik getykie neem. Ek gee my onverdeelde persoonlike aandag aan die saak, terwyl meneer Roos, Fouché, u op besienswaardigheid toe in die stad sal neem, as dit u pas. Daar sal geen koste aan verbonde wees nie. U is ons gas tot tyd en wyle ons die saak uitgestryk. Nou ja, wat wil... Dan is het seker ook maar goed so. Wat dink u, hoe lang gaan die ding my nou ophou, meneer Fourie? Ek het daarom gereken om so teen skemer op die plaas aan te kom. Wel, ek wil u nie onder van indruk plaas nie, maar die moontlikheid bestaan dat het selfs langer kan duur. U moet toch maar verskoon, maar u weet dokumente van 1898. Nou ja, kyk ou vriend, as het ding moet, dan moet hy. Die plaas sal ook nie vir 2 dae sonder my gat staan nie. Maar wat ek wou sê is, baie dankie vir jou gasvryheid. Ek waardeer dit opreg. Dan maak ons so, meneer Roos Fouché, kom. Noem ons maar Sarel, oom. Ja, goed. Dan sê ons tot wederom, meneer Fourie. Tot later en nogmaals, baie dankie. Dis 'n plesier. Kom Sarel, man. My dogter wag die hele dag al vir my daar buite in die motor. Ons reis jonger met my motor. Jy bestuur natuurlijk, maar jy baas is jy omstam. Nee, is recht, oom. Ons moet maar kerkplein eerst te besigtig. Baie dankie. Maar waar kom jy vanaf? Ach, oom, ek was my rond gewees. Ek het die motor bewonder, hoe we weggehou en oom sy mooie dochter vermaak. Geniet die toe daar kerkplein, oom. Nou wil jy meer. Het is jammer dat ons so lang gedraai het, my kind. Maar ons het nogal moeilijkheidjes gehad. En was jy toe verveeld? Nee, Valke. Kan nie jy sê ek was nie? Meneer Roos Fouché, my dochter Karen. Hallo daar. En noem eens van Sarel, Karen. Het gaan een plezier wees. En het word gesê dat die ouwe sy hoed lig elke keer as een ware dame voor hom voorbij loop. Kan nie sê of het waar is, nie. Seker maar net een legende. En as het waar was, dan sou hy dan nou seker sy hoed gelig het, hy kan. Moe nie stuitig wees nie, en is ook geen oupaas nie. Dis oom Paul. Jy praat nou van president Kreur. Ja. Natuurlijk. Ek weet hy is belangrik met Tilla. Ek weet jou baas is sekretaris met Tilla. Maar my baas is ook belangrik met Tilla. En wat hy vir jou baas wil sê, is nog belangriker. Ek sit ons nou deur toe, Tilly, man. Ek dankie, man. Ek sien jou nog stiebreik, hoor. Ga meneer het hier so vat of meneer sy kantoor. Hallo, meneer Verhoef, voor u hierso. Ja, meneer Verhoef, ek wil graag iets baie belangriks met u kom bespreek. Ja, man, ek sê nog, as Benny Oswald en Dani Kruiven en Dani Zeeland Tour van 1936 kon saamgespeel het, dan sou jy daarom dinge gesien het, stem jy nie saam nie? Ja, beslis hoor. Ach,
Mensen, ik zou sommigen graag net een stukje schaapboot willen, als het lief. Gebraaide aardappels daarbij. Skeppie pompoen, een beetje rijst. Koffie daarna dan. Ik denk niet, dat is beschikbaar nie, oom. Dat is niet. Hm? Dat is niet op je spijskaart, nie. Is daar iets anders wat ons kan voorstellen? Ach, maar dat is ons nou sommer boch, man. Wat is nou daaraan om dit te maken? Laat ik me die kerel daarachter gaan praten. Papi. Oom, meneer, alsjeblieft. Waar is je pietie? Waar is wie jou zelf draag, man? Zie je niet bij wat? Die kok is een moeilijke mens, man. Alsjeblieft. Hey! What do you want in my kitchen? Get out! Schreeu je op mij, jou? Jou wat barbaar? Karen, ik ga net gauw schakelen om te horen hoe gaan met jullie grond. Verschoon mij, het is nou weer terug. Hoor. Toeval, juffrouw Lambrecht, is een interessante verschijnsel. Je is ongeschikt. Dikvallig en vermetel. Ik heb jou niet genooi mee te komen zitten, dus verwijder jezelf. Prachtig. Voor deze pampoenkoekjes. You use only a little bit of cinnamon when it's finished. Is right. Net zoals voor die melkkos en die melktaart, man. Not too much. Yes, a little. Ah, fantastic. Ik denk hij zal dood bij nou. Jij hebt ons boerenkos. Excuus me. Ja, ik dacht, hij wou weet. Ja, meneer. Ja, meneer. Goed, meneer. Vanavond. Nee, het zal een plezier wees. Dat is ons voor die zaak. Kijk. Ik denk ik het nog genoeg voor één aan. En dit meneer is kierig, is wat ek en my pa in die stad kom maak het. En wat is jou naam, meneer is kierig? Tim. Nou ja, dat is die beste wat ek kan doen, hè. Maar ek het die naam van dat ek so groot is. Kan ek jou pa se kaart en transport sien asseblief? Ja, zeker. Sta op die tafel. Dank je. Wat hel soek jy? Die lewe, meneer Roos Fouché, is een doolhof. En ons is allemaal soekend. Dit wil echter van mij voorkomen of ek jy soekend is naar die cellen iets. Jy sal vir haar mooi oppas, meneer Roos Fouché. Anders trap ik jou zwaar nog net zo ver van jou hakskin af. See for you. And make for you boerwors lasagne. Eh? Aha, this must be your beautiful daughter, eh? Que bella, que bella. You know, your papa, he showed for Luigi how to make pampoon cookies. Is right. Yes, and also to make criminal pap. Is right. Is right. En jy klaar hier. Heb jy iets gekregen? Nee, my man sit my moes allemaal verlaat. Dat mag ook nie, Jacob. Kijk eens op, ons pad kost meer as genoeg. I thank you, Lugie. En als een ander dag weer hier komt. Anytime you want to come. You come here, eh? Don't forget. Lugie. Luigi is your man. Charles, geel mij hoe daar. En betaal je ons gas hier. Nou ja. Mooi loop, Lugie, Ocean. Eh, grazie. Ciao. Arrivederci.
Is jij van de man? Ja, meneer. Wat heb jij aangevangen? Aangevangen? Meneer Roosbouchier zoekt je op bloed. Roosbouchier? Wat heeft hij gezien? Nee, ik weet niet, maar als ik jij was, kreeg ik mij achterkant en eraan. Ja, hoe komt wat heeft hij gezeten, kwam? Jij heeft zijn kamer nog, ja. Mooi, cheers. Naam, John. Hoe jij? Even op mensen gaat liggen. Kom maar. Naam, John. Ik ben niet gewoon telefoon oproep van me. Nee, ik doe mijn best, meneer Voerig. Maar hier zie je alle kerel wat hier rondhangt. Nee, ik weet niet hoe kom je te zeggen dat het die dochter is. Ja, natuurlijk kan hij met haar rondlopen als hij wil. Hij is juist vanavond uit. Ik pas je ook wel eens op, meneer Voerie. Beslis, ja. Nee, ik ken mijn verantwoordelijkheden, meneer Voerie. Nee, ik laat hem niet oomlik uit mijn oog uit, nee. Die voorportaal, in die lobby van die hotel, meneer. Die hele aantal, ja. Goed. Ja, ik zal voor je laten weten als daar iets gebeurt. Tot ziens, meneer Voerie. Dus. Ik zeg, wat heb je nou eindelijk vanavond hier kom maken? Daar het oor mij. Beter gezels was één ding. En die ander... Kan ik morgenochtend zo hier van oomse tijd krijgen, maar vroeg en zonder vriend Roosbouchier. Ja? Hoe kom? Jij moet niet met mij draaien lopen, die manier. Ik zal nooit beweren, oom. Oom is te veel zoals mijn pa. Nou goed. Dank je, oom. En Karen kan ook maar samenkomen, ze wil. Ah, daar is punt nummer 2. Wat is jouw bedoelings met mijn dochter? Bedoelings, oom? Ik wil haar graag beter leren kennen met oom's toestemming natuurlijk. Die dochter van oom is prima graad. Prima graad, ja. Lijkt mij niet juist alsof jij daar veel ontharaf maakt. Je me niet mors met mijn kind, die manier. Geloof niet dat ze met haar laat mors, jongen. En ik zal ook nooit proberen, nee. Nou goed. Dan is het 9 uur morgen voor mij en jou, 8:30. En als jij nu niks meer te zeggen, weg is je. Ik wil gaan rust, want morgen is het ek en daar die voor je vet. Ja, bedankt, jongen. Nacht, man. Nee, Annekeer? Nee, maar hij is lang al weg. Jullie twee is. Jullie is vroeg terug. Ja, ja, maar ik wou eigenlijk voor hem iets dringends gezegd, maar... Zo zeg maar, dan moet wachten. Het wil mij zo voorkomen. Maar het wil mij ook voorkomen alsof jullie twee zijn vijf voor een weer zou kruisen. Maar luister wat ik nou voor jou wil zeggen, zwerg verder. Morgen, wat morgen is, en niet een dag later, wil ik weet waar is mijn erfgrond. Nou toe, loop slapen. Ja, goed doen. Karin, het is jammer als ik moest zo vroeg terugkom, maar ik zie je morgen. Mama, pa. Nou, mijn kind. Het, Taat u lekker gezellig met die, wat zijn namen weer? Interessante kereltje daar. Glad van aardig. Bid bij van beste. Ja, nee, dat mag zijn. Vrees om het met mij boot in die wagen. Die? Dat is pas geen motorkaart, die niemand. Het is zomaar speelgoed, hè? Klein mag het klein, hoor. Wagen dus nog alleen. Oom, ik moet voor oom zijn grootje gaan wijzen. Je moet mijn voeten. Nee, oom, ik speel niet. Ik heb het uitgevind waar het is. Ons moet net een stukje hoog grond krijgen. Ik ken de ideale plek. Kereltje. Karen, ik denk jij moet in de middel zitten. En, hoe zal zeker aan de kant in pas? Maar man, ik zak dan weer hier helemaal terug rond. Morgen, meneer, ik is jammer dat ik zo vroeg plan. Ik wil het weer van vandaag.
Waarvan af praat ik? O, hier van die voorportaal van die hotel, meneer. Ha, ek is al van voor ligdag af hier. Ja, kijk net dat we niet rondloop nie, meneer. Dat is plezier, meneer. Bezig houdt tot wanneer, meneer? 12:00. Het zal baie moeilijk wees, meneer, want die ouwe is al baie moerig. Nee, ek het gesê moeilijk, meneer. Ek sal my best doen, meneer. Goed, goed dan. Goed, meneer, tot 12:00 dan. Tot ziens. Hallo, meneer Lambrecht, die presidentiële suite, alsjeblieft. Wat? Hoe laat? Hoe laat kom je terug? 10:00. Dank je toch. Hoe is zo? Waar is hulle heen? Kerel met de baar? Waar is nou mijn grond? Is niet waar onder nie, hoor. Boom staan op boomse grond. Is alles hy die. Swer noter, wat wees jy om met my toekomst staan en speel hier, ek maak jou vrek, man. Hoe durf jy? Nee, ek speel nie. Maar dis ook om nie vir oom wou sê nie. 10:00 tuigende oosterhelling van Lentjies sy plaas. Dis mos wat oom se kaart en transport sê. Dis Lentjies kop. Aan my pa doen. Dit kan ons nie waar wees nie, en jy weet is nie waar nie. Wat so keer kan? Hierdie vent. Hy sê, dis alles my pa se grond, en dis mos nie waar nie, is dit? Die? Die in die gebou? Sê hy so? Sarel, jy neem my nou terug hotel toe, en jy mannetjie, jy gaan reg maak wat jy met my pa verbrou het. Hy gaan jou nek omdraai, en ek gaan bly wees. Kom, Karel. Nek onderaan. Ga jou vel van jou lijf aftrek. Ek ga jou nie neek nie. Ek ga jou hem skeer dat jou ma jou neek. Dis daai klomp sappe van destijds. Hoor die pa het altijd gesê, dis die Engels en die Haanskakies wat ons land wil vat. En nou het hulle waarachtig nog my ou aftreegrondje ook gevat. As oor die oupa dit geweet het, dan was hy al destijds hier geweest met de commando. En wat ga oom nou doen? Het gaan nie help om hier langer te sit nie. Ek sal maar na die voor u toe gaan en sê hy moet die ou plekje maar kom vat. Ek sal wel een ander plan maak. Maar daarom ook, jammer weet jy, oor die oupa het nou bedoel is een erfgrond. En ek moet jou sê, erfgoed is bij ons waterbergers nog een sentiment, man. Oom is niet elk lis om slikkie koffie daar oorkant. Sê jy nou staat en gekskeer met jou weerderes oor. Wie is ek en jy nou om om te loop, staat en stuur. Die man het probleme, baie probleme, VVO probleme, sinkgate, waterpryse. En dan is daar nog altijd die klomp sappe om jou rekening te hou. Ek het om een keer ontmoet. Wonder of hy my nog so onthou. Ek sal graag sy gezicht wil sien as ek om nou moet sê dat ek... Ach nee, sê jy wek, Satan. Kom ons loop sien die goedie.
Hij is waar? Bij die ene gebouw. Dat is een ander kerelke, meneer Fourie. Hij het uitgevind, meneer Fourie. Ik weet niet hoe nie. En dit terwijl die minister en die secretaris en die ondersecretaris en die staatsdienstcommissie en allemaal wat belangrijk is nou bezig is om daarover te besluit, weet hij. Snert. Snert. Maar wat zal die hele landse staatsdienst om nu zelf staan en opwerp oor een takkaar waterbergboerkie? Ik zal voor hem dood eenvoudig afskrik. Ik zal voor hem terugstuur plaas toe. Dan kan hij beleefd schriftelijke aanzoek rig wat ons ter gelegenheid tijdens oorweeg en misschien voor hem een plooitje aanbied langs die begraafplaats of ergens nog stiller. Waar is hij nou? Hij is nog bij die ene gebouw, meneer. Excuse meneer, maar hij is hulle, meneer. Meneer Fourie, ek het net voor u kom. Dis buiten die kwestie. Dis belachelijk. Maar luister, meneer. Dis geheel en al onmoontlik. Die ene gebouw. Die zaak kan eerst oorweging geniet, is het duidelijk. Maar juiste mijn wacht nou, let ek net voor u verduidelik. Die hele houding, meneer Lamprecht, is onredelijk, zelfzuchtig en onvervind. En daar is geen teken van die geest van detant. En zoals ik reeds gezegd, namens die kabinet natuurlijk. Zo voorbarig dat een mens wonder of daarin dat gerechtelijke stappen moet genomen worden. Wacht nou meneer Fourie, ik was op mijn grondje geweest. En ik weet dat is een probleem aan dus, albei partijen se kant. Geen probleem meneer Lambrecht. Een ongelukkige oufoukie van 68 jaar geleden. Doch die staat zal die grond moet onteien. En hulle sal oorweging skenk, mondelijk, en ik zeg weer, mondelijk, om voor je andere. Meneer Fourie, wat ik eindelijk voor u wil kom gesê het, is dat... Kan u nou maar verzwijgen. Die staat het besluit, u gaan terugplaatsen. U zal aan mij een brief schrijven, waarin u afstand doen van die grond, en mij beleefd vragen of daar oorweging geschenkt kan worden aan die mondelijkheid om voor u een stukje grond te schenken. Dit zal alles. Dank u, meneer Lambrecht. Muishond, bullebaksel uit vaagsel, jou stukken is stukken robbies. Ek wens ek het vanmorgen my kapatterimpie saamgebring, jou lelike blikskater, ek sou jou. Luister, man, ek was vanmorgen op my grond, ja, dit behoort alles aan my daar, ja. Daarom het ek hier na jou toe gekom vanmorgen om vir jou te sê, ek tree terug, ek je pad, ek je af. Die staat kan vat, hy kan alles weer vat. Maar nou kom sê jy vir my, julle het besluit. Julle vat dit sommer as kies. Wat se soort mense is julle man, julle is nie my soort mense nie. Hulle is jou soort mense nou. Almal twee gat jakkels, het is wat julle is. Ek is klaar met daardie mense op die kop, julle is nie meer my mense nie. Van hierdie heden af stem ek saam. Van hierdie heden af neem ek residentie. Nou, onmiddellik kom my lukkig. Ek kan my hou geweer. En my agent, jy moet nou vir jou gespuis laat weet daar op my kop. Jylle moet daar uit, uit elke kantoor, uit elke gat, moet hulle uit. Ek gaat nou soen toe. Daar iemand kry op my werf, enige iemand op my opstal, ek sal verrachtig skiet, Sela. En jy, jou net klein ster triemle ventelwerf, pister, mannetje, ek sê vir jou, laat ek nou vir jou weer by my dokter sien. Nee, man, jy moet nie eers vir haar kyk nie. Ek vat hierdie kop van jou en ek druk om intussen hierdie twee oortjies in. Ek het gezegd. Boys, het lijkt mij die jouw baas gaan weer bliksem. Fourie, goeiemiddag. Ja, minister. Fourie, jij het schakeling met meneer Lambrecht verstand. Mooi. Ons het navraag gedoen en dit blyk dat hierdie wel een obscure foutje is wat destijds ingesleep het. Hoe weet ons nie? Ons glie nie is baie belangrik nie, want ek ken om Lambrecht as een goeie volksman en een redelike mens om mee saam te werk. Ons glo ons het hier met een molshoopie te doen, beslis nie een berg nie. Sal jy nou met my gesag onderhandelinge aanknoop met meneer Lambrecht
verskoning vra vir die misverstand en bied hom enige redelike stuk grond aan wat hy mag verkies in of om Pretoria. Jy sal vind die ou baas beskik oor 'n pragtige sin vir humor. Tot ziens, Vanessa. Dank vader is 34. Drink warm gepraat het nadat ons daar weg is. Wat maak ons nou om? Nou neem Garcian Lamprecht residentie. Maar daar is eerst een paar dingetjes wat jij nog van mij moet gaan krijgen. En wat verkoop jij vanaf? Groeten van jouw pa. Kan ik maar inkom? Ja, genoeg skade aangerig nie. Moet ek hom antwoord of kan ons glimma gesels? Waar is papa? Toe ek hom laas gesien het, was hy bezig om bly weg, bly uit en my roer is gelaai bordjies in die amfitheater op te sit. Sy erfgrond met ander woorde. Is belaglik. Is dit jou opinie van jou pa? Dis jy wat hom dit laat doen het, jy het hom daarin gepraat. Hoe lang is Sarah die dubbeldoor al bezig propaganda maak hier by jou? Hy het my alles vertel. Van hoe jy my pa opgesweep het om gek van homself te maak, en dit net toe die staat bereid was om met hem te onderhandelen om een ander stuk grond te gee. Het hy dit alles uitgedaan. Fenomenaal. Dit is precies wat gebeur het. Die nieuwe baas is seker nou baie diep in twaak zat, nee, vriend. Ek raai hoe diep. Maar dit is mos lelik om vir die dames so te staan en lieg, jong. En nou gaan haar pa haar alles vertel. Jy al daar aangedink. Jy het hom stories vertel, jy het hom beïnvloed. Sjoe, pa, stories vertel, beïnvloed. Dankie vir die compliment. Maar wat het haar pa vir jou vanmiddag gesê toe jou baas kantoor vaarwel toegeroep het, hè? Wel, hy het... Ja, behalwe Smootkop, wat nog? Wel, hy was ontsteld geweest. Nie helft is so ontsteld as wat hy gaan wees wanneer hy uitvind. Jy vertel sy dochter, hy is een moeilike, onredelike, makkelijk beïnvloedbare oud takkaar, hè? Ah, kop, dis in jou oore indruk. Dis wat hy beloof het. Wel, as hy gekrediteerde afgevaardige, gaan het een plezier. Nou ja, Karen, goeienacht, ik zie je morgen. Zes hoe! Wat ik nou wil zeggen, hang mij eens mooi. Kijk meneer Tim, wat je van ook is. En ik denk je kan van allemaal staan in rondorders als we Saron, hoor. Nee, ik weet het kan. Anders het ek jou nou gesoen en vir jou gesê, ek wil jou baie graag beter leer ken. Vand jy toer met my juffrou Karen Lamprecht. Wie weet, miskien een dag tussen al jou ander volksaktiviteite deur. Kry jy dalk 'n kans om met my op te sit en gesels. Selfs gaan. Verskoon my asseblief. Is hy KTV nieuwskantoor? Nee, meneer. Nee, voor die pers daarvan gehoor het, is alles opgeklaar, meneer.
Ja, ik het alles vertel, meneer. Precies niks, meneer, gezegd. En ze is bij ons stel. Ja, ze heeft gezegd, ze gaan haar pas maar dadelijk daaruit krijgen. Aan een vent, meneer. Ik heb hem niet eens gezien, meneer. Maar ik zie niet waarom bekommer als ik, meneer, is niet. Nee, wat voor hom krijg ik ze maar gauw daaruit. Morgen gaan kijken, meneer. Goed, meneer. Vroeg, meneer. Nou goed, dan zie ik je daar morgenochtend 10:00, meneer. Nee, ik het eigenlijk bedoel 7:00, meneer. Ja, 7:00. En morgen houdt die eerste minister belangrijke samensprekings met die VVO in zijn kantoor in die Uniegebouw. Die Verenigde Vrouwenorganisatie afvaardiging met vertegenwoordigers uit Waterkloof, Noordkloof, Houghton en Oranjezicht kom protestvertoorig oor die nieuwe voorgestelde wetgeving wat huisbediendes gaan beperken. Die VVO voel dat hierdie stap ernstige inbreuk gaan maak op die traditionele patroon van die Afrikaner volksmoederse vrije tijdsbesteding. Verskeie tennisclubs het reeds kommer uitgesprek oor hulle bijwoningcijfers. Voria? Ja, minister. Nee, minister, dit het u alles redelijk goed uitgewerkt. Ja, die ouwa's sin vir humor was nou nie so ontvankelijk soos wat ons gehoop het nie. Ja, maar ek dink ons kan aanneem dat die saak beklink is. Mooi, ek het beslis geen probleme verwag nie. En gee ook vir hom Garsjan sommer my beste groete as jy hom weer sien. En dan net een saakie. Ek gaan uitstedig wees tot oormorgen, kan nie bereik word nie. Maak toch zeker dat my voorlegging oor die VVO probleem betyds by die eerste ministerse kantoor is vir sy vergadering om 10:00. En my memo vir die ministersvergadering morgen by die Uniegebouw. Vergadering? Morgen by die Uniegebouw, minister? Die eerste ministersin en die vergadering van die ministers van verdediging, binnenlandse sake, kultuursake en landbouw. Waar is jou geheer voor u? My net vir 'n oomblik ontgaan, minister. Ja, ek sal sorg natuurlijk. Reg dan. En ek is blij daar die probleempie oor om Lambrecht is opgelos. Tak, meneer voor u, is die antwoord op helfte van die wereldse probleme. Goeienacht. Ja, goeienacht, minister. Gevoeter en bodderij net door julle sappe. Ja, en om nou te denken dat ek vandag self ook een is. Voorbode uit een ander wereld, Filistijn of Amalekiet. Wie is jy en waar kom jy vandaan? Waarom was ek werk hier boon gebouw? Ek maak dit hier die hele dag voor civil service. Maar ze ek alleen wat die leeuw nie gevang het nie. Nou kijk hier, is nie man hier nie. Is net meneer Obas alleen. Nou, ek maak die thee voor meneer Obas die hele dag. En maak jy koffie ook? Koffie, hy voel s'nachts slechter as die thee. En, hulle sê, hy hou hulle wakker. Maar goed, ek sê baie dankie. Maar wat is nou eigenlijk jou naam? Sommar 7. 7 dag in die week. Thee. Nou maar baie dankie, jou Sewe. Ek sou dit wragtig nooit kon glo nie. Maar dit is wettig. Raar maar waar, meneer. Is alles wettig, mense? Is privaat eiendom hierdie. As julle gedink het julle nog hier werk, ga maar huis toe. Hou die koerant op. Nou, wat as ek mag vraag, is hier aan die gang? Sê hom, meneer. Privaat eiendom, meneer. Alles wettig. So moeilijk. Waar is Lambrecht? Meneer Lambrecht is daar onder met sy haalgeweer. Laat hem maar deur. Opgelos! Jy het vir my gesê, dis opgelos. Lyk dit vir jou nou opgelos? Ons het nie tyd nie. Ek sal gou vir jou die saak oplos.
Jij stap voor, Valentino. Voor! I'm from the International Press. I believe there's been a revolution. The government's been taken over. Can I get in there and interview the new government? What a scoop. Wouldn't advise that, sir. Don't respect my credentials. I'm on their side. Ja, wel is jouw probleem. Alles aan ons boeren heb ik nooit verstaan. You don't understand, sir. Dat is nog ons boeren wat onder elkaar bekleedt. Ons bekleedt niet met jou, mensen. When we do, you'll know all about it. So why don't you go home and get a shave and relax, hm? Ik kom in een ambtelijke hoedanigheid om aan u te zeggen. Namens de minister, wat ons hier kan aanbieden natuurlijk. Pa, het al geskiet. Ja, my kind, jy sal het nooit raai nie. Maar hier is jakkels ook in hierdie dorp. Nie rooi jakkels nie. Kom my sjeles. Missie successful? Oom, een probleem. Een grote. Die eerste minister is daaronder. Sy secretaris sê niemand het om iets laat weet van oomse dinge nie. En hy het nie tyd gehad om aan 'n reëlings te tref nie. Kan hy nie maar sy kantoor terugkry nie. Môre, Karen. Goeienag, Rus. Mhm. Hy het vanoggend 'n belangrike afspraak met die VVO. Oom het mos in die koerant gesien. Die vuil goed. Ek moes hom net nou vrek geskiet het. Dat hy jou verrigtig nie eers vir die eerste minister laat weet nie. Sê vir die secretaris, ek is jammer, maar my reëlings was 'n bietjie haastig geweest. En wat die eerste minister betref, hy het geen kommer nie, hy kan op sy gemak voortgaan in sy kantoor met sy verpligtinge. Kind, sê vir 7, hy moet tee maak. Hy moet aanhou tee maak, hy moet nie ophou nie. En dan bel jy sommer vir Loogie, laat hy vir ons kan kos hierheen bring vanmiddag. Nou, maar goed, pa. Laat hom maar deurkom. Goeiemorgen, eerste minister. Goeiemorgen. Ek is oprecht jammer vir die ongerie wat ek hier veroorzaak het. Maar my reëlings was een beetje skielik. Ja, ek verstand so. Hoe gaan het nog verder op die plaas, maar in die wat dammen so? Nee, ons het mooi reend gehad, dankie, eerste minister. Ek sien u onthou nog. Ek onthou nog. Ek waardeer die vergunning. Baie belangrike vergadering vanmorgen met sekere dames van ons volk. Kom hulle eers later, eerste minister. So oor halfuur. Sal jy hulle deurlaat? Hulle kom praat en klaag, geloof. Ek dink dit gaan oor bediendes, nie? Ja, oom kan seker so sê. Diep ontstoke, geloof. Ah, ek weet, het sal sommer nonsens wees. Wil u hulle sien? Dis my plig, meneer Lambrecht. Ah, ek is nou kort, my eerste sap. Maar ook as 'n sap ken ek my plig, eerste minister. Nou ja, soos u goed dank. Tot ziens. Oom, daar is een hele sweter joel courant, manne, en TV mense daaronder. Kan hulle maar deurkom? Nou wat voor? Nee, lyk my oom is beroemd. Nonsens. Man, ek sê dit is nonsens. Buitendien wil ek nou een beetje gaan rus. En vrede vir my siel kry. Hulle kan so teen drie kom. Reg, oom. O ja. En dan die klomp vrouwmense, die VV lot. Sê jy vir hulle, as hulle nie werk het om te doen, die eerste minister het, jag hulle huis toe. Reg, oom. Ah!
interessant, wil je niet gaan kijken wie dat is? Oké. Okay. Dus, zien van die boertas. Wat is het? Boerta lazy. Zal ik jullie aankeer? Af. Dan gaan we maar weer af. Er is nog een van die boertas. Daarom is jullie allemaal gewaarschuwd. Gezegd, dus nou privaat eiendom jullie. En buitendien, die politie bij je versperkt. Het hulle ook niet zo gezegd? Ja, maar ik het om gezegd, hij is belachelijk en toe deurgeruid. Want ons het een belangrijke vergadering hier om 12 uur. Al mijn dringende telefoonoproepen gaan hier naartoe deurkom terwijl ik hier is, meneer Lambrecht. Wij ook? Ja. Nou, dan beantwoord ik al die oproepen namens jullie. Geen probleem. Kom, zet gerust, minister. Maar ons bespreekt vertrouwelijke staatszaken hier. En? Betaal ik ook niet belasting niet? Het ik ook niet voor de regering gestemd niet? Ook maar goed laat de tijd sap geworden. Nou toe, vergader. Shotgun, eh? Just like Italy. Very good, I like it. Not so much talk from the ministers. Right. Very democratic. Now, me, Luigi, the personal chef to the Prime Minister of South Africa. I'm going to unveil the food. I am the best Boere Kos chef in South Africa. Look. Pampoen cookies. The mati bredi with meat. Boerewors with tamati. Begrafenisreis and peace. And susati con putati. Your Prime Minister, eat it for me personal. Now, you gentlemen all look very angry. You are going to eat. Is right?
He's right, Louis. Na Veepaleis het die skone prinses gelukkig gewoon en sy kon die hele land deur haar toringvenster sien. Tim. Ja, Karen. Dis mos nie waar nie, is dit? Wat? Vir 'n skynbaar intelligente jongman is jy dan by tye skrikwekkend toe. Maar die skone prinses het terugverlang na die waterberg en sy het gewens dat haar pa nie die koning was nie, sodat sy met die mooie jong prins kon trou. Ja, ek wonder wat maak Sarel vandag? Vir 'n skynbaar intelligente meisie is jou smaak soms skrikwekkend. O, het 'n liewe ma. Soek jy ma of man? Nee, een van die twee nie. Ek gaan in elk geval een van die dame al kry. Paul gaan ons met Tamaria trou. Sê sy liewe ou tannie. Eccola. You like, eh? Luigi Castellone. By appointment. Personal chef to the prime minister. I like. Almost, I forget that I am also the private secretary to the prime minister. Pronto. It's the prime minister's office. The personal secretary speaking. It's for you. Ja? Sy grondboontjie land is bankrot. Sy eie mense wil hom nie eens meer hê. En nou wil hy nog staan en emigreer na Suid-Afrika toe. Versoek geweier. Genoeg robbies in hierdie land. You know, I think you bring your shotgun. You go fix up Italy as well. Pronto? Oh, it's for you. Ja? Nee, sy het verkeerd verstaan, ek stem nou sap, nie prog nie. Nee, ek het geen kantoorspasie te verhuren nie. Ek sit nou self in daai een. Hulle wil wat? Die microfoone kom uithaal. Hulle verstaan nie al die Afrikaans praterij nie. Nou praat dan met my secretaris. See? We fit you in sometime next April. Ciao. Right. Wonder wat gaan met pa se kabinetsvergadering aan? Ek sal gaan kyk. Hy 3 ure perskonferensie. TV de Lot. Kom. Pronto? Sibura. Ja? Nou die klomp boere, wat het hulle nou gereken wil hulle per sak meer hê? Maar is verregaande man, hoe kan van die staat verwag word? Nou is ook so, dat was een droe jaar as een mens so terugdink. Die boer het hard gehad, alles het gestyg in prys, kunstmis, bande, tisseline, wat iets meer. In elk geval ons besluit volgende maand daaroor. Ongekende belangstelling is oor die hele land gaande gemaak met die nuus dat die grond waarop die Unie gebou staan, weens 'n tegniese fout wat in 1910 begaan is, in werklikheid behoort aan 'n boer uit Noordwes Transvaal, meneer J. Lamprecht. Meneer Lamprecht het vandag ietwat onverwags en vinnig sy intrek in die Uniegebou geneem. Die polisie is behulpsaam met die beheer van die skare nieuwsgieriges wat by die gebou saamdrom. Hoewel besonderhede op hierdie tydstip ietwat vaag is, wil dit voorkom asof meneer Lamprecht onder die indruk gebring is dat hy nie vergoeding van staatswee sal ontvang vir sy grond nie. Hy het toe sy eiendom betrek. Tydens 'n nuuskonferensie het meneer Lamprecht vriendelik gereageer op vrae van die pers en televisie. Sy dogter en agent was ook teenwoordig. Daar word tans op baie hoë vlak beraadslagings gehou, maar die betrokke minister word eers môre in die hoofstad terugverwag. Die 4 ministers wat vandag lang informele samesprekings met meneer Lamprecht gevoer het, het geweier om op hierdie tydstip verder oor die aangeleentheid uit te wy. Die jongste nuus uit die Midde-Ooste is dat die ministers van Fourie. Goeienaand, meneer Fourie.
Jy is verplaas, meneer Fourie, so pas. Ek wil graag hê jy moet die eerste wees wat dit hoor. Verplaas, minister? Waarheen? Na Welverdiend. Na die ander klein Roos Fouchie gaan na Petruswil. Nee, ek weet nie waar dit is nie, maar die trein vertrek morgenoggend om 7 uur. Welverdiend. Maar oom, nou wonder ek... Wat gaan Tant Maria sê, wat hier kom bly? Tant Maria? O, gats, ja, jong, dis nog vir jou ding. Luister hier, Tim Kerl, ons moet vir Tant Maria eers uit hierdie affaire uithou. Net vir die eerste oomblik, ne? Is dit jou oor? Ah! Ou, generaal, sit die bosjie steer. Net soos die oomas order. Dank. Terloops, Pater Maria, kom oor. Dit's een lekker thee. Wat sê jy? Morgen, hoe weet jy? Julle twee onkruidsels, sê vir my, het julle dalk achter my rug gekonkel? Waar was? Is die thee? Hoe jy my, generaal? Hier lê mooie plankies hier so, beter as die blomme. Ja, skool hierdie. En ons gaat nog wortels en weet ook, en uie en raap, hier is baie aarde hier so. Wat door die waar? En hoe sê jy nou waar so, Johannes? Dan is hy, nou kan nie eindelijk wegkom van jou groente nie. Die wetsaspect is ook hier ingebouw. Ja, ons wil juist met tante daar oor gesans het, voor ons daar aankom. Bietjie, verduidelik het in so aan. Ja? Nou maar, hoekom rij ons nie? Nou vertel julle my langs die pad. Lyk heel wat beter. Ek het gedoog, jy sien het nooit raak, he. So dat jy sien, dis een baie moeilike situasie. Ons het toe gedink dat tante wel miskien kan kom kyk en met ons soek praat. Is nou wel een beetje groter as wat ons gedink het, hm? Bietjie, Johannes. Kom, wapendraar. Kan jy jou dit voorstel, Maria? Hoe ons kleinkinders nog op al hierdie grasse gaan rond te lekker? Ja, wel. Daar is Isaac van jou wat al so loer na Bokal Matthiese dochter. En ek en jy natuurlijk. Stuit dan, is nie Johannes. Nou wel, sê dan maar Karen. Karen, denk jy sê wel iemand? Wie die jong sê, maar kijk hem alle volgen. Nutter weet wat sy van hem doen. Maar hy stel beslisbelang. Jou pa, my lieve Karen, sy oor is nie ornamenten nie. Hy gebruik hulle, anders as sy dochter. Hy te graad in beestboerderij. Lang met hom gesels die kerel, maar al by soveel van vry weet is, van beestboerderij is, nog een ander ding. Net soos jy sê, my pa is nie ander kalkoen uitgebring. Dit lyk vir my een baie oulike sien. Kom uit die goeie huis, mens gaan sommer sien. Die Hansdale ma vir jou. Voorslag, mens. Voorslag. Die baie grassnijerij sal nou wel een lollerij afgeen, maar ach, wat, ek stiek sommer die ploeg hier in en ek sê die hele houspilletje onder kool en rape. Baie mooi, jongens. Was dan so een bietjie onnodig, nie bang vir jou. Daar maar een mooie kamer hierdie, ne Maria? Baie mooi, Johannes. Maar? Die afstof, Johannes. In die stinkhout, dit sal ons geolie moet word, dan nie.
Ons sal moet baie mooi gesels hier oor Johannes. Jy bedoel, Maria, dis nou nie juist die plek wat jy eigenlijk in gedachte gehad het nie. Nee, nie groot nie. Is net so groot verrassing. Ek het maar een ou klein stil plekkie verwag. Maar is prachtig. Baie prachtig. Waarom so bly jy ou van die ou plekkie, Maria? Johannes, nie kom afstof. Is so, Maria. Maar ons sal een ander plannetje maak, Maria. Is sal... nie dat ek ongelukkig is. Nee, ek weet, Maria. Maar kom stap so eentje af, dat ek kan dink. Minister. Goeiemorgen, Lambrecht. Ek baie bly om te vind dat hy nie meer die mense so voor die voet arresteer nie. Ja, ek het so bietjie sport gemaak. Johannes, en wie is dit daai? Ag, nou ja, kos gaan moet die mense. Ek sal dus baie waardeer as hy was rustig en gesit nie, saak kalm bespreek. Morgen, pa. Morgen, Tim. Jy het eindelijk baie goed gelyk op televisie gestrand. Jy lyk nou daarom meer mense. En die is... My dochter, minister. Karen, minister Legrandsie. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Tim Kerel, dan is die minister... Hy is jou vader, is reg, oom. En hy hou ook nie van die manier wat ek aantrek. En behalwe sy kleren draag, sy smaak onberispelijk. Oom Lambrecht, kan ons iwers... Wil jy iwers gaat sit, of kan ons maar sommer staan? Excuus, hoe bedoel jy? Mooi, ons staan. Nou, ek maak julle aanbod. Julle vat julle hele kasarm, boksemdaas terug, en sê vir my oordenklike stukkie aftreegrond. Nee, Maria. Ja, Johannes. Top. Dan stem ek weer nationaal. Top. En ek vaai jou sien en ek maak om bestuurder op my plaas. Top. Ek wil sê as my dochter om daar wil he. Top. En ek vat vir 7 ook saam. Het jury waar. Instant promotion. Die maak. Nooit. Door zoiets kan ik je alleen besluiten. Daarvoor heb ik een volle kabinetmachtiging nodig. Spijtig, jongens. Die staatse machine wordt stadig gehou. Ik wonder... Of het zo gaan bij die Unie-gebouw. Kerkplein en volksies en blauwbel plezier. Pretoria, o Pretoria, met jouw eie cultuur. Pretoria, o Pretoria, met jouw eie cultuur.